Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Eeuw, echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brain vlogs. Jawel, jawel, mensen, hier zijn we weer. Jawel, jawel, mensen, hier zijn we weer met de gloednieuwe video, dames en heren. Sowieso, voordat we gaan beginnen, vergeet alsjeblieft niet te gaan abonneren, mensen. Dat gezegd hebbende, dames en heren. Vandaag een hele speciale dag. Vandaag gaat het eigenlijk om, ongeacht wat, dat je gewoon nederig blijft. Dat je gewoon met beide benen op de grond blijft staan. En daarom gaan wij vandaag naar... Sinterklaas. Wat? Sinterklaas? Oké, okay, ik vraag nog één keer. Vandaag gaan we naar IJs. IJs! En vind je IJs goed of niet? Ja. Vind je hem lief of niet? Wat? Nee, rustig, rustig. Hij doet niks. Hij doet niks. Ik ben aan het roeien, zie twee barkie op mijn tellen. Jij bent aan het roeien, ze mee alsjeblieft niet bellen. Nu kom je opeens, zeg wat wil jij vertellen? Dan sta je in een... In ieder geval, mensen. We gaan vandaag gaan we op de markt werken met IJs. Ja, maar dit gaat niet goed. Wacht even. Nee, even rustig. Nee, nee. Rustig, rustig. Ja, sorry dames en heren. Deze man, ik hou hem hier vast. We gaan vandaag even kijken waar IJs is. En dan gaan we op de markt werken vandaag. Ja. Nee, ja. Oh, oh. Kom, lopen je. Oh, oh. Hé, jongens. Harde werkers, hoor. Zo. Ja, toch? Ja? Ja. Wat wil je tegen die jongeren zeggen? Dat ze hard moeten... Hard moeten werken. Hard moeten werken of niet? Ja. Strijders hoor, ga zo door. Respect. Oei, 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 oei. Nee, 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 billen, 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 billen. Nee, nee, nee. Werken? Ja. Ja, we moeten een beetje goed voorbeeld geven, hè? Waar is die? Waar is die? Wat komen jullie hier aan, papa? Denk dat we jullie niet doorhebben, hoor. Wij zijn ook incognito. Of in een zin. Of in een zin. Wie is dit? Wil je werken? Ja. Hé, hey, we gaan nu aan het... Rek. Zit. Daar. Zo, naar rechts, naar rechts. Daar gaan we... Nee, nee, is niks aan de hand. Nee, nee, rustig. Wat is dat? Nee, hij doet niks, hij doet niks. Ja, hij doet niks hier, hier. Ja, lekker. Zit, hup, zit, jalla. Kom, we maken de weg voor jou vrij, vriend. Kom, wat gaan we nu doen, Bilal? Nee, joh, gek. Deze man. Deze man, Abraham. Ja. Wallah, ik lieg niet, hè. Deze rat, wallah, hij is hier in ding gekomen, hoor. Maxicozy. Ja. Nee, nee, Allah, bro. Ik ken deze man sinds Maxicozy op markt, wallah. En je moet kijk, dat heb ik er toe. Hij is basisklant van de markt. En nu? Moet ik je weer kloppen? Jalla, zeg. Ik zag ze net extra. Is dit jouw neefje? Ja. Ja. En jij bent hier elke zaterdag, of niet? Ja, een ik beetje... ben zij dat met IJs. Ja, je bent wel een strijder. Ja. Nou jongens, het staat jullie goed. Ja, hè? Ja, maar je weet niet dat je jaar op de markt hebt gewerkt, hè? Hoe lang? Ik denk zeker 6 jaar. Sinterklaas! Sinterklaas! Waar is Sinterklaas? Sinterklaas! Dat is Hajj. Hajj is dat, Bilal. Dat is geen Sinterklaas. Dat is geen Hajj. Dame, kan ik je misschien helpen? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Drie. Ja, man. Deze. Half kilo, hè? Ja. Is niet enthousiast. Ja, dat is wel. Ja, hè? Ja. Anders nog iets? Ja. Gaat zo mee? Ja. Hartstikke bedankt. Fijn weekend, hè? We gaan naar de beurt. Wanneer we pull-ups, alleen maar is. Everyone think ready. Honestly, pull up, see all in the ring. Like, oh, wait ready. Whenever pull up, see all in the ring. Everyone think ready. Honestly, pull up, see all in the ring. Like, oh. 7, 4, 25, 11, 25. 3 daha, 14, 25. Ik snap niet dat deze man de hele tijd bij de kassa zit. Ik snap het wel. Ja? Ik snap het wel. Ja? Je hebt me speciaal gemaakt. Ja, dat is ja, Bilal, ik kan goed rekenen, hè? Is jouw kassa deze, ja. Heb je grote kassa? Is jouw kassa, broer.
Broer, hoe laat was jij vanochtend op dan? Ik was doodgaan. 5 uur. Opstaan of gewoon... Niemand heeft geslapen, man. Direct hierin gaan? Nee, broer. Ja, man. Maar wallah, ik zeg niet eerlijk, ik moest om 4 uur 's ochtends moest ik naar Utrecht gaan. Ik werkte in Utrecht op de markt. Oh, toen jij werkte? Toen ik werkte. Ja, man, bro. En deze, die kilde mij. Die winter, je weet toch? Ja, man. Koud, hè? Zo. En water hier. Ja. Weet je die? Die dingen zo. Hier, hè? Ja. Ik heb niet van die vind ik direct een goeie, Brian. En wat het allerleukste is? Waarom? Vrijwilligers, hè? Dat is de mooiste. Dat is de bonus van het hele verhaal. Dat is heel de bonus. Maar waarom is dat zo belangrijk, bro? Broer, Shof, Sheriff Barkelau, dat is ook... Family. Family business. Oud is die? 67. Een shockrechtige leeftijd. En hij loopt erbij als hij op 35 is. Subhanallah, ja. En nog sterk. Je moet straks interviewen. Ja, wat moet je doen? Ja, moet je dat brengen, moet je hem interviewen. Tuurlijk. Goed. Mijn vader mag dat interviewen. Brian Vlogs. Broer, wat ben je aan het doen? Snijden. Snijden? Ja. Hoe oud is hij? 8 jaar? Ja. Mijn zoon is 8, hè? En die, ja, maar ik zie hem nog niet zo snijden als jij. Sorry, Ryan. Ja. Maar ga je zoek maken of zo? Nee. Je bent gewoon een beetje aan het leren. Ja. Ah. Weet je dat je niet echt een goed voorbeeld bent voor iedereen? Sorry, ja, maar dit is een goed voorbeeld. Echt. Of niet? Ja, toch? Ik ben papa van Khalid. Ja. Je bent vriend van Khalid, toch? Weet je waarom wij hier zijn? Wij zijn hier omdat we juist aan kinderen en jongeren willen laten zien dat je hard moet werken voor je geld. Ja, ja, ja. Leuk. Toch? Ja, ja, ja. Hoe lang doet u dit werk al? Al 30 jaar. 30 jaar? Ja. Iedere zaterdag? Iedere zaterdag. Alleen maar zaterdag. Hun zijn kleine, mijn kind was toen klein, hè? Ja, en hij loopt hier altijd iedere week? Ja, Noordien ook. En waarom is het belangrijk om zo'n werk te doen voor jongeren? Ja, waarom? Belangrijk. Heb ik toen zitten denken van, hey, die jongens, nu ga ik voor hem wat te doen. Vrijdagavond gaan vroeg naar bed. Ja. Volgende dag, zaterdag, gaat vroeg opstaan. Komt op de markt, hele dag op de markt. S'avonds gaan douchen. Gelijk plat. 12 uur. 12 uur. Zondag 12 uur pas gaan omdraaien. Geen discotheek, geen café, niks. En gelukkig. En nu streams. Ja. Ja. Leuke streams. Ja. Gaan we teruggeven. En wat leer je eigenlijk allemaal op de markt? Heel veel. Heel veel. Ja, op de markt. Je leert alles. Ja, alles wat je nodig in je leven, kun je leren op de markt. De markt is niet zo makkelijk, weet je wel. De markt is een school. Ja, hè? Ja, zeker. Maar hij zegt altijd op tv van, mijn vader is heel erg belangrijk. En, Ik heb gehoord, ja. Maar hij weet ook. Laat hij dat ook altijd zien? Ja, hij weet ook, ja, ja, ja. Dus hij is echt een goed voorbeeld? Ja, zeker. Ja, je bent geslaagd. We kennen de wereld aan nu, broer. Snap je wel, toch? Ja, holla. Het is niet kunst om het te doen om te blijven, jongen. Wat doe jij jas eigenlijk? Van wie heb je die gepakt? Billen. Nee. Hey, van wie is dit karretje hier? Die is bij mij te wachten. Ja, voordat je het weet, footsie. Ja, even snel kijken. Maar je hebt niet gezien dat Bilal al twee dingetjes uit heeft gehaald, hè? Maar wat voel je op met werken met gehandicapten? Wat me opviel? Ja. Poep, broer. Heel veel. Ja? Kom. En dat deed je ook gewoon? Dat deed je ook gewoon? Ja, ik heb alle luiers, dan denk ik alle cliënten verschoten. Allemaal. Al was die 10, al was die 50, al was die 80, maakt niet uit. Broer. Iedereen moet naar de wc, dat ga je wel. Dat blijft in je hoofd zitten, broer. Ik zeg je eerlijk. Nee, maar broer, dankbaar, je weet het. En weinig mensen kunnen dat, hè? Je moet je verbazen, weet je, voor mensen, voor Marokkaanse mensen, voor Turkse. Nu in de laatste tijd in zorg, klopt. Boys ook, hè? Ja. Oh, jongens, dat zijn mooie dingen, man, Brahim. Allah, respect, man. Respect voor jou? Oh, wat? 6 jaar op de markt en alsof je geen dag weg bent geweest. Ja, nee, hoor. Zag er goed uit, hoor. Ik zeg tegen jullie, kijk, lelijk, maar lekker. Snap je? Wij zijn niet die chef van Albert Heijn die tegen hem zeggen, nee, mijn paprika moet mooi zijn. Het moet lekker zijn, toch? Ja, hola. Toch, of niet? Ja, nee, zeker. Kijk deze legera, zeg. We doen normaal, man. Kijk aan Mowgli, kijk. Kijk aan Sabri. En dit wordt nu afgekeurd, hè? Bij een Albert Heijn of bij een Jumbo of zo. Hé, hey, weet je waar ik jou naartoe mee ga nemen? Jij ook.
Laat de kapper. Maar ik zag voorbij komen dat je gewoon ook HBO was begonnen. Ik heb ook gemaakt. Wat ik merk aan jou, sommige woorden gooi je erin. Die ben ik niet gewend. Gaan ons niet flashen, Brian. Ken je dat? En wat bedoel je? Ik heb wel een gekke vertraging gehad met die HBO. Ik ben zo zwaar afgegooid ook. Ja! Maar eindstand met een hele halve tuchtcommissie rechtszaak ben ik toch teruggegaan. Hoela! En ik heb hem gehaald, ja Allah. Maar wie was je altijd in de projectgroep? Was jij de leider of was jij de... Was die hond. Ja. Die, geef mij heel die dingen of ik ga iedereen verraden. De jullie hebben gepakt van internet. Ken je die? Kijk, ik kom van hier, hè. Dus die school waar ik zat, hadden we één Nederlands meisje. Ilona. Klaar. Toen ik op die HBO kwam... Alleen maar... Zeeland. Chaos. Dus op een gegeven moment toen ik... een beetje schreeuwen of een beetje... Gewoon hoe wij praten, toch? Ja, een beetje grof. Ja. Bro. Mensen geschrokken, geschorst, ruïne. Bro, ik ben pas geschorst aan al die chaos sinds HBO, hè. Is raar. Daarvoor, middelbare school, alles ging alles goed. We komen op die HBO, ze hebben met mij alleen maar een mesje gemaakt. En wachtallah, ik heb hem alleen afgemaakt en met mijn broer samen. Je hebt hem ook echt afgemaakt? Ik heb hem afgemaakt. Hij heeft mij gehouden alleen om die studieschuld niet te betalen. Brian Vlogs. Ankels even. Ja, alles goed, broer? Merchandise. Goed, rustig. Ja, rustig, man. Dit is mijn oom en mijn Hussein. De originele ankel. Alles goed? Dan weet je waar die zeven vandaan komt. Het is gewoon van de ha. Ja? Ankel Hussein. Ik weet het dan denken mensen vaak met deze slodderpost, waarom ziet hij er zo uit? Dan weet je nu bij dat ik ben eigenlijk wel waar. Wacht, ik ben artiest in 3, 2, 1. Eerlijk? Artiest of niet? Ja. Representatief? Maar FC, als je begint koud te worden, lekker. Nee, hoezo bro? Waarom? Ziet het er zo uit? La, tabarakallah, shalatallah. Nee, ik heb een bos net als mijn vader. Ja? Mijn broer is kaal. Oh ja, mag je niet zeggen dat hij kaal is? Hij is kaal. Kom maar binnen, kom maar. Broer, rustig aan, hè? Dankjewel. Maar ik zeg je heel eerlijk, het was... ik luister niet echt naar rap. Maar op een gegeven moment zei iemand, een collega van mij, van... Hebben we deze gozer gezien? En we lagen helemaal in de deuk. Hij liet me die dingen zien van Phonix. Oh, je met je tong deed en zo. Hey bro. Dus man, ik heb nog nooit een podcast gezien. Wallah, nog nooit. Hey, maar het is niet de eerste keer dat ik het hoor, hè? Wallah, nog nooit. En deze heb ik vanaf seconde 1 tot einde gekeken. En je vond het... Toen had ik jou gelijk geconnect. Ja, man. En nu zijn we hier. Subhanallah. Ja. Zo, gaat het dan. En je ging wel los, zeg ik eerlijk. Weinig mensen durven dat. Bro, waarom? Hoe ik tegen jou ben ik tegen die oude van me, ben ik tegen deze broer van mij, ben ik tegen iedereen, bro. Dit zijn wel echt bosjes. In Leiden lijkt het alsof ze de helft doen of zo. In Leiden is HR. Wat ben je doen dan je? Waar ga je? Waar ben je? Maar het lijkt wel een beetje op Rotterdam, toch? Lekker nee. Ja, waar ben je? Nee, nog deze. Doe je dan je? Nee, de beste is deze. Dus ga niet werken. Ga niet werken je. Door de Meerenwijk. Jij moet mij niet stressen. Ik ben Heeman Smit en Wesson. Bullet in de kamer. Doet je laat ze niet betrekken. Laat ze niet vertrekken, broertje, laat ze niet vertrekken. Laat ze niet vertrekken, broertje, laat ze niet vertrekken. Een maxi cozy bro. Hé, wallah. Zo heeft ze hem gebracht. Wallah. En nu staat hij het schreeuw op zijn 8-jarige leeftijd. Ja. Doei. Zeg dan. Ja hoor, we zijn er weer, mensen. Hé, jongens. Volgens mij is de boodschap duidelijk of niet binnen. Ja? Als je gaat werken, dan ben je een echte man, hè. Dus vandaag hebben we IJs gevolgd. En belangrijk is dat we hoe dan ook nederig blijven. Werk voor je geld. Zorg dat je keihard werkt om aan de top te komen. En zo goed voor je ouders. Lachdik, man. Mijn hoorlijk. Echt, Ola, Bas. Je bent altijd welkom, hè. Lachdik, man. Savé, en jij ook, hè. Volgende keer moet je naar mijn release party komen, ja. Dat is een andere setting. Maar dezelfde persoon. Ciao broer. Allah aan. Snel. Wat? Deze. Borst. Deze. Kijk. Laat staan. Pak nog eentje, Jelle. Jelle, ren. Nog eentje, Pilen. Kijk, Jelle, hier, pak. Nog één. Alleen genoeg, broer. Sla, broer. Hey broer, laat aan, hè. Sla, man. Jawel, man. Hier zijn we weer. Jawel, mensen. Hier zijn we weer. We hebben een dagje gewerkt, dames en heren, met niemand minder dan IJs. Om heel eerlijk te zijn, het gaat mij niet om wat hij doet, dus om de raps en dat soort dingen. Het gaat er mij om dat hij nu een bekend gezicht geworden is en dat hij ondanks alles nederig blijft.
En dat gaat om het feit dat hij, ondanks alles, toch klaar staat voor zijn ouders. Samen met zijn broer, met zijn vrienden staan ze op die markt en helpen ze gewoon zijn vader. En dat is eigenlijk een hele mooie les, een hele belangrijke les, hoe belangrijk ouders wel niet voor je zijn. Dus dat is één waar hij bewust om is. Twee, is wil ik de jongeren meegeven. Ik zie gewoon superveel jongeren. Ze willen disquets, ze willen dit, ze willen dat. Met studiefinanciering in de schulden zitten om uiteindelijk iets te gaan halen. Je ziet dat die markt zorgt ervoor dat je leert communiceren. Je krijgt mensenkennis, je leert hoofdrekenen. Er zitten zoveel dingen in. Het gaat niet om de markt. Het gaat erom vakken vullen bij de, weet ik veel, slager. Noem maar op. Je leert er superveel van. Je wordt nederig. Je leert werken voor je geld. En dat is wat ik jongeren mee wil geven. We willen allemaal snel en met pakjes rondlopen en verkopen en weet ik wat allemaal. Ik ben daar zwaar en zwaar tegen. Het feit dat ik zo aan de weg aan timmeren ben, heeft mee te maken dat ik altijd een bijbaantje heb gehad. En dat is eigenlijk wat onze grote vriend IJs ook zegt. Toch? Want als je een dag gewerkt hebt, is dat je dit op de plank haalt. Daar gaat het om. Dat je dit binnenhaalt. En dat je, of jij nou in Discord loopt, of weet ik, voor Zara of wat dan ook. Ja, kijk. Hey, wat? Ja, voor je gezin, of niet? Ja. Hey Bilal, wat moeten mensen doen? Abonneren. Want wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd. Dat is zo tijd. Aarde. Arbeksie. Wil je nog wat tegen IJs zeggen? Tegen IJs. Was hard werken, hè? Ja. Nou ja, jongens. Mensen, vergeet niet te abonneren, vergeet niet te delen, vergeet niet te liken. Love naar jullie. Why, alleen maar liefde, why. Jeeuw, het Ibrahim, why. Jeeuw, het Bilal. Jeeuw, het Ibrahim, why. Jeeuw, het Bilal. Jeeuw, het Ibrahim, why. Jeeuw, echte mannen, why. Positiviteit, why. Activiteit, why. Negativiteit, why. Geen tijd voor, why. In wegen door, why. Brian Floyd.